De advocaten van de jongeren van zorginstelling Transferium willen dat de minister van Volksgezondheid ingrijpt bij de aanbesteding van jeugdzorg plus aan het Zuid-Hollandse Horizon. Dat hebben ze gevraagd in een open brief. Door de recente aanbesteding krijgen 50 van de 72 kinderen die in de gesloten instelling in Heeggewaard zitten uit hun omgeving gehaald te worden. De advocaten zeggen dat deze verandering voor de kwetsbare groep jongeren veel te groot is. Alle jongeren in Transferium zijn afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio.